Den Haag Telecom zorgt ervoor dat er steeds weer wordt gesproken over de nieuwste snufjes. De eerste keer dat ik hier stond, jaren 5 geleden, weet ik nog wel dat we eigenlijk als kleine jongens onder elkaar naar de iPhone'tjes stonden zaten te kijken. Is die van jou groter dan die van mij? Je kent dat verhalen wel. We gaan het vandaag hebben meer over de snelheid van het internet. Inmiddels kennen we de verhalen wel over alle devices wat we ermee kunnen. Maar we willen natuurlijk wel weten dat het ook allemaal helemaal snel en instant gaat. Prachtige locatie natuurlijk, weer de Nieuwe Kerk. Wisten jullie trouwens allemaal al, een beetje algemene kennis, waar de opmerking, de uitdrukking rijke stinkert vandaan komt? Ja, er zijn toch sommige mensen die weten dat niet, maar dat komt uit een kerk. En dat komt namelijk dat onder die prachtige grote stenen die hier liggen, werden vroeger de rijken begraven. En na een maandje ging dat natuurlijk lekker stinken. Daar komt het nou vandaan, de rijke stinkert. Op die rijke stinkers is dus het fundament gelegd voor de Haag Telecom van vandaag. En ik wil graag hier op het podium uitnodigen de wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie. Dat is een portefeuille hier in Den Haag. Hier is Rabin Baldesving. Ja. Rabin, welkom. Nou is het zo dat je niet alleen zou komen. Nou, laat ik eerst zeggen dat Den Haag een rode stad is, daar heb je helemaal gelijk in. Want Henk Kool zou hier komen. Zijn andere naam is Rode Kool. Hij is er niet. Hij is ergens in Polen of iets dergelijks. Maar volgens mij is hij er toch wel een beetje. Volgens mij gaan we proberen om een open lijntje met hem te krijgen. Eens even kijken of we verbinding kunnen krijgen inderdaad met Henk Kool. Maar als het niet lukt, is niets aan de hand. Want ik ben in ieder geval knapper dan hem. Dus we kunnen het ook met mij regelen. Kijk, oh ja, ik hoor hem al. Ik hoor hem al. Hij probeert ons te bellen. Vanuit het vliegtuig. Ja, even ben ik hier al boven Den Haag, geloof ik wel. Ja, ja, en zo in de Nieuwe Kerk. Goedemiddag. Ja, het spijt me dat ik niet bij u aanwezig kan zijn. Mijn naam is Henk Kool, wethouder Economie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ik ben op dit ogenblik in het vliegtuig van Warschau naar Frankfurt. Ik kom eigenlijk uit Katowice en ik haalde het niet om op tijd bij u terug te zijn. Dus daarom maar even op deze manier u welkom heten bij alweer het 14e Telecom Event. Het Telecom Event van Nederland in Den Haag in de Nieuwe Kerk. Nou, een geweldig programma. Het is weer hartstikke druk, heb ik begrepen. Althans op basis van de inschrijvingen. Dus dat zit wel goed. En ook alweer een heel interessant programma. Nou, er is natuurlijk veel te doen op dit ogenblik in de wereld van de telecom en de ICT en alle internetverbindingen. Overigens, ja, internet gaat natuurlijk op dit ogenblik waar het gaat om de veiligheid niet zo best. Wat dat betreft zou ik u toch willen oproepen daar wat dieper over na te denken en te kijken waar we verbindingen zouden kunnen leggen. Bijvoorbeeld met die Hague Security Delta, waar we proberen bijvoorbeeld iets te doen aan de veiligheid op het internet, zodat al die hackers en die aanvallen op de bank en op ING kunnen worden voorkomen. Den Haag, telecomstad, ja. Met de OPTA, het ministerie van Economische Zaken, bieden we allerlei ingrediënten voor grote telecomontwikkelingen. En daarom is het goed dat we daar vandaag in telecomstad Den Haag weer met elkaar over kunnen praten. Ik wens u dan ook een leerzame middag. Een mooi programma, ik zei het al. Tomi Ahonen uit Finland komt iets vertellen over de zakelijke kansen van de mobiele revolutie. En daarnaast staan de grote telecomgiganten Ziggo, Samsung, KPN op het programma. En komt de Haagse ondernemerster Marcia iets vertellen over haar succes met haar beauty log. Nou, ik kan er helaas niet bij zijn, maar mijn collega Rabin Baldesving, die is er wel. Prima gast hier, kan ik u melden. En hij zal u verder vanmiddag door het programma leiden, natuurlijk met Erik de Zwart. En daarna is er nog een geweldige netwerkborrel. Ik wens u heel veel plezier en ik geef nu graag, als het mag, het woord aan Rabin Baldesving. Henk, dankjewel. Een mooie introductie kun je niet krijgen. Ja, hij heeft een beetje jetlag, lijkt het. Of hij is dronken, dat kan ook. Ja, dat is allebei goed mogelijk bij Henk natuurlijk, dat weten we allebei. U bent nu 3 jaar wethouder ICT in de gemeente Den Haag. En wat wil u het komende jaar, wat staat er op het programma? Nou ja, kijk, wat ik echt fijn vind, en ik moet u zeggen dat ik u allen moet complimenteren, dat u vandaag
gewoon aanwezig bent. Hè? 14e keer deze bijeenkomst. En u bent er allemaal. En daarmee laat u zien dat inderdaad Den Haag niet alleen een telecomstad is, maar eigenlijk ook wel de tweede ICT-stad van ons land. En het thema is lifestyle, hè? Mobile lifestyle. En daar ga ik nou inderdaad iets over zeggen. Want we zijn er heel nadrukkelijk mee bezig als het gaat. Ik ben ook wethouder personeel en organisatie. Als het gaat om de inrichting van onze werkplekken. Hè, voor, 8000 mensen, ambtenaren. We gaan natuurlijk proberen flexplekken te realiseren. We gaan proberen het nieuwe werken tot ons te nemen. En dat betekent gewoon dat je ICT daar heel nadrukkelijk bij nodig hebt. Dat is één. Tweede, we hebben een enorme opgave, ook als ambtelijke organisatie in deze tijd, als het gaat om de bezuinigingen. Nou, dus met minder mensen moet je hetzelfde werk proberen te doen. Nou, zie hier. Het woord automatiseren valt dan meteen in je mond. Nee, precies. Dus ja, maar dienstverlening. Dienstverlening moet je, want daarvoor zijn we op aard hè, hier in Den Haag, om in ieder geval het voor de burgers mogelijk te maken dat zij op een vriendelijke manier zeg maar, onze dienstverlening tot ze nemen. En daar kan inderdaad automatisering, het toepassen van ICT-devices en dat soort zaken meer een hele belangrijke rol in spelen. En dat gaan we verder uitbouwen. En ik zei het al vorig jaar, volgens mij hier ook op het podium, dat het mijn ambitie was om op verschillende plekken in de stad mogelijk te maken dat we dus wireless onze gadgets kunnen gebruiken. Hè? Dus de uitrol van wifi, daar zijn we op dit moment heel nadrukkelijk mee bezig. Ik heb de stad opgeroepen om mee te doen. Er is een belangrijke partner. Ik geloof dat u daar later in het programma iets bijzonders van gaat horen vanuit de kant van Ziggo, die daar ook ambities op heeft. Wij zijn toen aan de slag gegaan. We hebben wat pilotprojecten gerealiseerd in het Zuiderpark bijvoorbeeld. Ik ben nu bezig met de jachthaven, het gebied hier in de binnenstad. Maar goed, Ziggo heeft zich nu opgeworpen als een hele belangrijke partner. En I salute them. Ik denk dat dat echt een hele belangrijke geste zal zijn vanuit hun kant. Om in ieder geval ervoor te zorgen dat Den Haag wat vriendelijker wordt. Naar burgers toe, maar ook naar bedrijven toe en naar ondernemers toe en naar internationale organisaties toe. Je zit wel heel duidelijk op de lijn dat het de overheid is samen met het bedrijfsleven. Ja, alleen gaan we het niet kunnen. Ik bedoel, dat gaat gewoon niet lukken en volgens mij moet je dat ook niet willen. Den Haag, ik als wethouder of het college maakt deze stad niet. Zo simpel is het. De stad wordt gemaakt door al die 506.000 inwoners. Door al die bedrijven die hier gevestigd zijn. Die internationale organisaties die hier gevestigd zijn. En in partnerschap moet je natuurlijk wel proberen het een en ander te doen. Bovendien, als het gaat om telecomvraagstukken en ICT-vraagstukken. Ja, dan hebben we natuurlijk een bescheiden rol te spelen. Je moet dat soort zaken ook krachtens de wet aan marktpartijen overlaten. Ik moet als overheid mij er niet mee bemoeien en de markt verstoren. Dat moet ik niet willen, maar ik ben er wel om te enthousiasmeren, om te verleiden en zo nodig her en der te faciliteren. U waagt zich niet aan het koningslied. Nou, ik had er eentje kunnen schrijven, maar dan had ik niet Ja, nou ja, goed. Nee, ik begrijp wat u bedoelt. Nee, dat zou je dus niet moeten willen. Maar als overheid ben je een belangrijke partner ook naar de stad toe en naar partners toe uit deze wereld van telecom en ICT en dat soort zaken meer om ervoor te zorgen dat als mensen zich aanmelden en enthousiast met de stad bezig willen zijn, dan moet ik niet zeggen, jongens, ik geef niet thuis of zo. Weet je wel, ja. Ik moet gewoon proberen te blijven verleiden en te faciliteren. Ja, vorig jaar heeft u dus beloofd dat er wifi komt eigenlijk, min of meer gratis wifi ook ja. In de stad Den Haag. Die is dus bijna uit, die gaat uitkomen. Dat gaan we straks van Bernard Dijkhuizen horen van Ziggo, wat daar gaat gebeuren. Wat is dan de belofte voor volgend jaar? Aha. Dat ik u weer kan overhoren hier. Nou ja, kijk, ik heb in ieder geval de ambitie om... we zijn eigenlijk nu als Den Haag, ook als gemeentelijke organisatie, en dat meen ik serieus, enorm in transitie. Er is een enorme uitdaging daar als het gaat om het inrichten van ons primair proces. Ik maak me daar zorgen om. Kijk, we willen het wel, maar het is natuurlijk makkelijk gezegd dan gedaan. We zaten op heel veel locaties in deze stad om de dienstverlening vorm en inhoud te geven. We gaan dus nu beschränken, hè? Op kernlocaties gaan we zitten. Maar je moet het wel voor de stad, voor onze inwoners en bedrijven mogelijk maken dat ze op een transparante, korte weg kunnen leggen richting ons. Ik zou zeggen van, nou ja, zou het niet, waarom moet onze dienstverlening dan altijd vanuit het stadhuis plaatsvinden? Dat hoeft niet per se, zou vanuit huis ook moeten kunnen, hè? Voilà. Vanuit huis, heel belangrijk, denk ik. En dan ook durven om daar besluiten te nemen, ook als het gaat om gevoelige papieren aanvragen bijvoorbeeld. Kijk, dat wat wettelijk niet kan, kan wettelijk niet. Maar ik denk dat het echt heel belangrijk is om die mogelijkheid te creëren. Dat is één. Tweede is,
Waarom niet vanuit bibliotheken? Of waarom niet vanuit een warenhuis, bij wijze van spreken? Dus met andere woorden, ik zou het interessant vinden in deze moderne tijd om mobiele balies in te richten in de stad her en der, waar inval, van waar je dus ook de gemeentelijke dienstverlening, maar ook voor dienstverlening breder, tot je zou kunnen nemen. En ik denk dat ik daar niet alleen in zou moeten willen optrekken. Dus wat ik graag zou willen, dat is ook richting de toekomst toe. Ik zou gewoon daar heel nadrukkelijk in G4-verband in moeten willen optrekken. Of misschien zelfs breder. En daarom is mijn lidmaatschap van Stedelink, de organisatie G4, maar ook G32, heel erg belangrijk om te kijken in hoeverre we ICT op een wat innovatieve, aantrekkelijke, niet-conventionele manier kunnen benutten voor de dienstverlening in de breedste zin van het woord. En daar ga ik dus volgend jaar voor. Als we de basis daarvoor kunnen leggen, dan wordt Den Haag inderdaad de tweede ICT-hoofdstad van Nederland. Dan ga ik proberen volgend jaar mijn paspoort te laten vernieuwen hier in Den Haag, bij wijze van spreken op een mobiel punt. Dat zou in feite moeten kunnen dus. Kijk, daar zitten ook wat wettelijke kanten en veiligheidskanten aan vast enzovoort. Vingerafdrukjes, hè? Maar waarom zou u, stel nou dat u straks iemand ontmoet en ik denk van, hé, dit is wel leuk, ik wil een ondertrouw of ik wil daadwerkelijk allerlei formaliteiten op afstand regelen. Nou, dat moet dus wel kunnen. En als ik dat gewoon ook doortrek, ook naar mijn organisatie toe, hè, naar de gemeentelijke organisatie toe. Kijk, mijn droom is, Erik, en dat meen ik serieus. Ik bedoel, ik zie al die ambtenaren om 9:00 's ochtends komen en om 5:00. Waarom? Ik bedoel, ik begrijp dat. Je merkt het verschil niet, hè? Of ze er zijn. Ze werken ontzettend hard. Ze werken ontzettend hard. Soms word ik er ook kierenwier van. Ik bedoel, maar er wordt hard gewerkt. Maar waarom wordt er hard gewerkt vanaf 9:00? Waarom niet vanaf 11:00 tot 10:00 s'avonds bijvoorbeeld? Dus wat ik probeer te realiseren is gebruik maken van dit soort mogelijkheden. En dat is dat nieuwe werken. Ik bedoel, je kunt ook van thuis werken en verbonden zijn aan elkaar. Ik hoor een nieuwe uitvinding, de digitale prikklok. Hè? What's in a name? Zo is maar dat. Dat is wel een goeie. Nabien, dankjewel voor deze opening in ieder geval. Een applaus voor de wethouder, dames en heren. Ja. Dankjewel. En daarmee is Den Haag Telecom 2013 eindelijk officieel begonnen. What makes it very interesting for Tech Mahindra as a company to be in The Hague is some of the large telecom players like KPN, like T-Mobile, like Ziggo have large operations in The Hague. The Hague has good access to transport links both within the Netherlands and internationally. Wherever AT&T operates, we always look for a pro-business environment. And that is exactly what we have found in the city of The Hague. People, the students here at the universities. It's good to be with young people who bring the future to mobile to us. We felt very welcomed in The Hague, I must say. You can sense that the city itself is really prepared to welcome expats. You know, it's international, it's close by the sea, cultural life is great, and many, many highlights that the city offers once you discover it.